Voorafgaand aan wedstrijden in Gelredoom is het op het veld altijd een weerzien van bekenden. Dat was afgelopen zaterdag ook het geval tegen Heerenveen. Piet Veldhuizen zag aan de zijlijn een speler met wie hij zo'n 10 seizoenen geleden samenspeelde bij Vitesse. Het is oud-Vitessenaar Etienne Esaias. De technische linksbuiten vond het leuk om weer eens naar zijn oude clubje te komen kijken. Esaias, mooie beweging zeg. Esaias, prachtige goal van Esaias. Ja, super. Het is weer thuiskomen voor mij. Dus heel mooi om hier te zijn. Wat doe je tegenwoordig? Ik ben vader. Dat is nummer 1 van mij. Ik heb 2 dochters. Ik ben transfervrij. Zoekende, wie weet kom ik ooit nog terug. Ik volg cursussen trainer. En ik heb als hobby fotografie. En nog steeds voetbalgek. Ja, want er zijn veel jongens die bij jou hebben gespeeld tijdens jouw periode bij Vitesse, die nu ook actief zijn in onze jeugdopleiding. Dat wist ik niet. Ja, maar het is mooi om toch terug te komen bij Vitesse. Ik denk dat mocht ik de mogelijkheid hebben om hier ook iets te doen, dat ik dat wel zou doen natuurlijk. Esaias speelde tussen 2005 en 2007 2 seizoenen in Arnhem, waarin hij 3 keer scoorde. In 2007 verkaste de linker spits naar Engeland, waar hij ging spelen voor Sheffield Wednesday. Ik ben Vitesse hard blijven volgen. Vooral in de eerste periode dat ik wegging naar Engeland. Het was niet zozeer dat ik naar Engeland wilde, dat was een mooie kans. Maar kansen waren wat groter voor mij om te voetballen in Engeland dan bij Vitesse op dat moment. Dus dat was de keuze voor mij best wel makkelijk. En de voetballen hier nu ook wat Engelse jongens. Is er zo'n verschil tussen die 2 competities? Oh ja, zeker weten. Het is daar veel meer beuken en er wordt niet zo op me neergekeken als je een trap krijgt. Dan kijk je niet naar de scheidsrechters doorgaan. Het tempo ligt wat hoger, niveau qua spelers meestal ligt ook wat hoger. Maar voetbal in Nederland is nog steeds mooi. Is het dan juist goed dat deze jongens nu hier juist spelen om ervaring op te doen? Zeker weten. Vitesse is een mooie club om jezelf echt in een kijker te spelen. En dat heb ik zelf ook hier kunnen doen. Dus het is echt een hele mooie club om dat hier te kunnen doen. En is er nog een heel mooi detail. Weet jij nog tegen welke tegenstander jij je debuut maakte? Ja, Heerenveen. Hier zo, op dit veld. Ingeleid met mijn eerste doelpunt. Ja, dat vergeet ik nooit meer. En de kans ineens voor Esaias. En hij gaat erin. Via de binnenkant van de paal is het 1-0 voor Vitesse.